En de wrakingskamer van het Hof van Justitie is niet meegegaan met het verzoek van de advocaat Erwin Kanhai in de decembermoordenzaak om rechter Dennis Kamperveen te verwijderen. De advocaat had namens de 5 verdachten aangegeven dat Kamperveen een volle neef is van één van de slachtoffers, André Kamperveen. Zij zouden naar verluid dezelfde grootvader hebben. De afwijzing is mede gebaseerd op onjuiste informatie die is vervat in het wrakingsverzoek. De rechter en het slachtoffer waren in de 6e graad neven van elkaar. Ze hadden dezelfde overgrootvader. Dat is onvoldoende om een rechter te wraken. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing, omdat de hoogste rechtsinstantie een oordeel heeft geveld. De bedoeling van de wraking was volgens Hugo Esset om het proces te vertragen, maar dit is niet gelukt. De zaak is vandaag hervat. Hoofdverdachte Daisy Bouterse wilde na afloop van het strafproces van de hoger beroepszitting niet volledig ingaan op het verloop van de zitting. Samen met zijn advocaat zullen ze de zitting van vandaag evalueren.